Maar ik ben dus de kledingkamer aan het opruimen. Richting Eindhoven naar Guus Meeuwis. Ik ben echt zo'n veel te leuk pakketje binnen van Old Habit. Het is vandaag dinsdag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is nog een beetje vroeg voor mij nu. Stan is net de deur uit naar zijn werk. En ik dacht, ik ben nu toch wakker, dus daar ga ik gebruik van maken. Ik ga gelijk sporten, want ik ga vanmiddag nog een keer naar het strand. En vanavond is natuurlijk het EK, dus verder niet heel veel tijd om te sporten. Dus ik dacht, dat ga ik nu gewoon gelijk lekker doen. Ga ik een shortje aantrekken, want het wordt volgens mij bloedheet vandaag. Nou, het is wel een beetje bloedheet. Dit shortje aan van Abel. Maar goed, ik ga in ieder geval even lekker sporten. En dan heb ik rond 12 uur met... Nee, rond 11 uur met de keer over gesproken. Ik ben klaar met sporten. Mijn haar wordt echt zo vet opeens. Ik weet echt niet hoe het kan. Dus ik moet dat zo meteen even wassen. Maar ik ga even lekker een ontbijtje maken. Volgens mij heb ik dit in mijn vorige weekvlog of die weekvlog daarvoor ook laten zien. Maar ik heb dus nu een nieuw smaakje van ASN met de hazelnoot. En ik vind hazelnoot dus echt super lekker. Dus dat ga ik even maken. En er komt echt een mega grote sale aan. Of dat, als jullie deze weekvlog zien, is de sale bezig. Misschien kennen jullie wel de Isoclear. Die gebruik ik echt best wel vaak. Hier zit er gewoon super veel eiwitten in. En het smaakt gewoon naar limonade. Dus gewoon een hele makkelijke manier om aan je eiwitten te komen. En ze hebben nu dus bij ASN tot wel 70% korting. Isoclear doet ook mee. En je kan dus altijd mijn code Nijbakker gebruiken voor de hoogste kortingen. Uit mijn hoofd zit hier 30% korting op. En dat is echt heel erg veel. Want normaal gesproken gaat hier maar 20% overheen. En ik heb natuurlijk ook altijd de Daily. Wat ik wel eens heb verteld, dat ik die iedere ochtend neem. Deze. Hier zit gewoon echt van alles in wat je nodig hebt als je sport. Waaronder bijvoorbeeld creatine. Hier zit nu ook 30% korting overheen. Dus kijk, mijn hele la ligt ook vol met allemaal ASN. Helemaal fan ben ik ervan. Dus ik zou zeker eventjes een kijkje nemen. Want zo'n grote sale doen ze dus echt niet heel erg vaak. En nu als jullie deze weekvlog zien dus wel. En die sale loopt tot zondag 7 juni. Juli. Zondag 7 juli. Ik ga eventjes mijn ontbijtje maken. Dan ga ik even douchen. En dan ga ik zo lekker met een keer naar het strand toe. Ik ben weer terug van het strand. Ik heb even snel gedoucht. Mijn haar heb een beetje normaal gedaan. Ik heb een klein make-upje op. Want ik ga zo meteen EK kijken. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik nog even een dailytje nemen. Want die was ik dus vanmorgen vergeten in alle haast. En die wil ik wel echt elke dag nemen. En mijn oude was op. Ik heb een nieuwe. Hier moet je trouwens altijd 2 scheppen van doen. Zo. Ik ga zo meteen mijn scooter naar het strand toe. En dan pikt Amy mij daarop. En dan gaan we dus samen naar die gasten toe. Om daar voetbal te kijken. Ja, ik heb dus eigenlijk niet echt iets oranjes in mijn kast. Dus ik zag dit blauwe topje. En ik dacht, nou, die is op zich ook wel leuk. En dan heb ik gewoon een lange linnen broek eronder aan. En dan doe ik mijn blauwe Chloe slippertjes. Ik ga mijn camera niet meenemen, want ik ben er met allemaal mensen die nooit op de film komen. Dus jullie zien mij morgen. Het is vandaag woensdag en ik wilde echt net mijn camera pakken, maar hij valt uit. Dus ik heb even 2 batterijen in de oplader gedaan. Maar het is vandaag woensdag en ik heb zo meteen even met Zoe op het strand afgesproken. Want ik moet eventjes een foto van haar maken voor een samenwerking. Ik heb even dit pakje aan van Zara. Want daarna rijd ik gelijk door naar het huis van Biba. Want Biba komt vandaag terug uit Curaçao. Dus we gaan er met een paar meiden en wat familie gaan we er verrassen. Dat we daar als verrassing zitten. Daarna moet ik weer terug snel naar huis. Ga ik even douchen, mijn haar wassen. Want dat is een beetje vet en een beetje vies. En dan gaan we vanavond naar Guus Meeuwis. Dus helemaal leuk. Ik zie jullie als ik weer thuis ben. En mijn camera is opgeladen. Ik heb me even heel erg snel omgekleed. Want ik ga nu naar een stand toe rijden. En dan komt mijn vader ons daar halen. En gaan we richting Eindhoven naar Guus Meeuwis. Dit pak van Harper. Ik wil die tas eventjes andersom dragen. Maar op de scooter vind ik dat een beetje vervelend. En voor de auto heb ik nog even mijn slippers aangedaan. Want dan kan ik even lekker mijn schoenen uitdoen op de achterbank. Maar voor daar heb ik gewoon mijn sneakers meegenomen. Ik ga nu naar stand toe rijden. En dan gaan we naar Eindhoven. Ik ga mijn camera niet meenemen. Want heel vaak mag die dus bij een concert of zo niet mee naar binnen. Dus ik ga gewoon dingetjes met mijn telefoon filmen. Ja.
vandaag vrijdag. En ik heb vanmorgen eventjes lekker gesport. Net gedoucht en mezelf een beetje klaargemaakt. Vandaag kan ik eindelijk mijn auto ophalen. Of nou, eindelijk. Het heeft uiteindelijk 2 weken geduurd. Wat nog best wel meevalt. Want ik had heel veel andere garages gebeld. En daar zou ze echt pas september, oktober plek hebben. Dus uiteindelijk is het nog heel snel. Maar goed. Stanley komt mij straks halen. En dan ga ik hem heel eventjes helpen met iets voor school. En dan komt mijn vader me daar ophalen. En dan gaat hij met me mee even mijn auto ophalen. Want ik kan er natuurlijk wel op de scooter heen. Maar dan staat mijn scooter daar. En dan, ja, dus dat. En vanavond gaan we een drankje doen met die meiden op het strand. Want Charissa was afgelopen maandag jarig. Dus gaan we eventjes gezellig een drankje doen voor de verjaardag. En Kirk was goed net in de stad wat cadeautjes voor haar gehaald. Dus gaan we even lekker geven aan haar. En helemaal gezellig en leuk. Het is nog best wel lekker weer vandaag. Ik had gisteravond opeens zoveel zin in pannenkoeken. Dus dat heb ik toen als avondeten gegeven. Maar ik heb uiteraard nog over, want het hele pak kan ik niet op. Dus ik ga even lekker 2 pannenkoekjes opwarmen. Als nu. Daar heb ik gewoon zin in. Dus dat gaan we ook gewoon lekker doen. Zoals jullie weten heb ik een lichtelijke hoedenverslaving. Zijn allemaal, alleen deze niet. Maar verder zijn ze allemaal van Old Habit. En ik krijg dit echt zo'n veel te leuk pakketje binnen van Old Habit. Deze witte hoed. Zo mega blij mee. Ze hadden gevraagd of ik het leuk vond om een hoed te ontvangen. Nou, daar zeg ik uiteraard geen nee tegen. En ik twijfelde echt heel erg tussen de witte of de groene. Maar ik had er met mijn lief over. En ik zei ook van ja, misschien pas wit eventjes wat meer bij dingen. En ik weet ook niet of die groene kleur echt leuk bij mij staat. Maar ik ben zo blij met deze. Ze hebben er ook zo'n bandje omheen gedaan. En ze hebben er dus ook nog zo'n doek bij gedaan. Echt veel en veel te leuk. Je kan dus bijvoorbeeld dat doek kan je om je hoofd wikkelen, zeg maar. En dan kan je die hoed opdoen. Nou, ik kan het nu even niet zo heel goed laten zien. Maar stel dat je hem zo om je hoofd doet. Zo. En dan, het ziet er echt niet uit. En dan die hoed zo. Dus zeg maar nog een stuk van die band ziet. Ik moet even beter doen. Maar je kan dit natuurlijk ook hier omheen wikkelen. Helemaal leuk. Echt super, super blij mee. Ik kwam echt ook in een hele grote doos. En het is ook echt een heel erg lief kaartje. Echt super lief. En al die hoeden komen dus van Old Habits. Die Hard. Echt een aanrader en een tip. En ze hebben echt de mooiste, prachtigste hoeden. Ik heb van deze... Oh my lord. Ik heb van deze stoffenhoeden heb ik maat 56. Dat is volgens mij is dat een M. En die rieten hoeden vind ik iets kleiner vallen. Dus deze en die. En daar heb ik maat 58 van. Dus dan weten jullie dat qua maten. Maar goed, het is dus vandaag zaterdag. En ik ga even die hoed afzetten. Ik ga 4 overheen. Helemaal enig. Het is vandaag zaterdag en ik ga vanmiddag... Ja, vanmiddag naar Harry op de Prairie. Dat is een feestje in Naaldwijk volgens mij. Of Schaafzanden? Ik weet eigenlijk niet. Maar daar ga ik in ieder geval met Amy, Demi, Puk en Isa heen. Maar Puk heeft eerst nog een toernooi. Dus we gaan met z'n 4 gaan we daarheen en dan zien we Puk daar. En wat wil ik nu nog meer zeggen? En dan gaan we eerst van tevoren even bij Amy zitten en dan gaan we daar even... drankje doen en eten. Dus helemaal zin in. Ik ga eventjes naar de Albert Heijn. En dan ga ik daarna douchen en mijn haar wassen en zo. Want dat moet echt gewassen worden. Oké, jongens. Ik moet echt mega snel opschieten. Want ik moet nu Isa op gaan halen. Dan Demi. En dan rijden we naar Eem toe. Maar ik wil nog eventjes mijn outfit aan je laten zien. Ik heb dit topje aan van Lovies. Met deze hoed met het bandje. Deze oorbellen in. Shortje is van Zara. En dan doe ik mijn spijkerjasje erbij. Maar dan ga ik die niet aan. Maar dan ga ik die maar zo half dragen. Zo. En dan doe ik mijn groene laars erbij. Dat vind ik denk ik wel heel erg leuk. Alleen op die laarzen kan ik niet echt lopen. Of niet echt rijden bedoel ik. Dus die moet ik met de auto ook even uitdoen. Maar dit is de outfit. Ik denk dat ik het wel heel erg leuk vind. Ik twijfel een beetje tussen mijn grijs laarzen en grijze hoed. Maar ik ben toch voor een kleurtje gegaan.
Dat vind ik wel leuk. En dan doe ik mijn witte shop mustache gewoon bij, want die is het chillst. Maar goed. Ik ga mijn camera niet meenemen. Even die urkel uitzetten. Ik ga mijn camera niet meenemen. Ik ga die niet met mijn telefoon filmen. Dus jullie zien mij strakje. Niet drinken gisteren is niet helemaal gelukt. Zoals je misschien aan mijn hoofd kan zien. Maar het was wel echt heel erg gezellig. Ik vond het echt heel erg leuk. Ik heb mijn auto uiteindelijk, ik was natuurlijk met de auto erheen gegaan. Die heb ik daar laten staan. En toen zijn we opgehaald, 's nachts. Want rijden kon ik niet meer, mocht niet meer. En toen zijn we nog ergens terug pizza gaan eten. Ik heb geen idee. Maar het was wel erg leuk. Maar ik heb het vannacht zo warm gehad. Het was in onze kamer echt zo mega heet. En echt heel vies. Dus ik ga even lekker douchen. En even lekker schone kleren aantrekken. En even een wasje en alles erin gooien. En even een beetje mijn kamer opruimen. Want er ligt genoeg troep van gisteren. Ik heb gewoon altijd troep in mijn kamer als ik naar een feestje ga en een outfit ga uitzoeken. Verder vandaag eigenlijk niet zo'n hele boeiende planning. Ik heb geen planning. Dus ja, ik ga gewoon even lekker douchen. Of mijn haar wassen, want daar is al drank overheen gekomen. Niet zo heel erg lekker. Maar het was wel echt heel erg gezellig. Volgens mij heb ik ook echt amper iets gefilmd. Maar goed. Ik ga onverwachts toch nog even wat gezelligs doen. Gelukkig voel ik me ook weer een stuk beter. Maar ik ga eventjes met Stan naar de stad. Want we hadden wat dingetjes besteld samen bij de Sarah Sale. En er stond al wel een pakketje kon ophalen. Dus die gaan we even samen ophalen. En gewoon even een rondje door de stad lopen. Gezellig. Oorbellen in doen. Ik heb een zwart jurkje aan. Maar ik heb even gezien in een strapless BH. Dus ik doe er gewoon eventjes een blazer overheen. Dan zie je die bandjes toch niet. Maakt toch niet hoeveel uit. Het is wel een soort lekker weer buiten. Maar I don't know. We gaan sowieso wel op de scooter. Want ja, met de auto is gewoon geen doen qua parkeren daar. Dus we gaan wel even lekker op de scooter gewoon. Stan die komt nu hierheen met de auto. En dan pakken we de scooter richting de stad. Gezellig. Ik ga natuurlijk niet filmen. Want jullie weten ondertussen ik wil dat ik eigenlijk niet echt eigenlijk niet echt film als ik met Stan ben. Dus ja. Hier overheen. Deze zwarte blazer. En dan een groene tas van Jermus. En dan doe ik deze laarzen eronder van Toral. Die hebben we ook groen. Dus dat vind ik wel leuk. Dit zo. Oké, ik ga wachten tot Stan er is. En dan gaan we eventjes richting de stad. Ik had net echt een heel stukje opgenomen voor het begin van deze vlog. En die is nu opeens weer weg. Ik heb echt geen idee waarom de camera heeft. Maar goed, het is maandag. Ik film heel even niet mezelf. Want ik heb het echt bloedheet. Dus ik sta hier in een shortje met alleen mijn BH aan. Maar ik ben dus de kledingkamer aan het opruimen. En dit is tot nu toe alles wat er weggaat. Ik ga echt heel veel weg doen. Maar ja, het kan gewoon echt niet meer. Ik heb nu deze bakken uitgezocht. Die lagen denk ik eerst echt tot hier. Ik heb deze twee lades. Hier ligt niet zo heel veel meer. En hier valt het ook allemaal wel mee. Die twee lades heb ik uitgezocht. En ik ga nu verder met dit moet allemaal in de kast. Maar ik ga nu verder met dit gedeelte. En hier kan denk ik ook echt heel erg veel weg. En dit is allemaal schone was. Maar ik dacht, ik ga dat pas opvouwen en ophangen als ik de kledingkamer heb opgeruimd. Want anders blijf ik bezig. Maar goed, ik ga dus nu dit gedeelte doen. Oké, de kledingkamer is klaar. Ik heb ondertussen ook even gesport. Want het was alweer ondertussen 1 uur. En de sportschool wordt altijd rond een uurtje of 3. Wordt echt mega druk. Dus even snel gaan sporten. Maar de kledingkamer is klaar. Ik zal het even laten zien. Nou, dit is echt een hele vooruitgang. Hier zitten nu allemaal bikinis in. Korte broekjes en rokken. Jurken die niet echt kunnen hangen. En pyjama's en joggings te pakken. Dan heb ik hier jurkjes die wel kunnen hangen. En een paar jasjes en dingen. Spijkerbroeken en daaronder allemaal gezellige flowy broeken. Dan is dit, ja, het ziet er niet echt heel netjes uit, maar het is wel allemaal dingen wat we dragen. Daaronder allemaal blousjes, daarachter toch maar de werkblousjes. En hier allemaal truien, maar die schoenen moeten we ook echt nog een keertje uitzoeken. Maar
Ja, dat dragen we samen. Dus dat kunnen we misschien samen even kijken. Heb ik hier nog een la met allemaal kleding van Dagmar. Waarvan ik het niet durf weg te gooien of iets. Dus ik heb het gewoon even hier neergelegd dat ze dat zelf kan uitzoeken. Dan heb ik hier nog allemaal kleding van mij ook. Daaronder is Dagmar de sportla. En dan heb ik hier nog allemaal kleding. Oh. En hier ook. Nou, je zou misschien denken alsnog. Je zou misschien alsnog denken dat het echt mega veel is. Dat is het ook. Maar het is echt al een heel stuk beter. Want dit is wat eruit is gekomen. Echt niet normaal hoeveel kleding. Ik ga het nu allemaal eventjes netjes sorteren en bij elkaar leggen. Dus shirtjes bij shirtjes. Setjes bij setjes. En dan ga ik dat in vuilniszakken doen. En dan komen ze deze week ophalen om het op Vint te zetten. Dus hier ben ik denk ik wel even mee bezig. Maar er is een nieuwe aflevering van Gooi Z'n Moeders. Dus die ga ik onderweg. Die ga ik ondertussen aanzetten. En ik was natuurlijk gisteren met Standaard de stad geweest. En hij heeft echt hele leuke dingen gescoord. Hij had echt een goede shopmiddag. En ik heb ook een leuk setje gevonden. We liepen namelijk eventjes bij Gaudi naar binnen. En ik had al een tijdje een setje gezien van Studio Amaya. En ik wist dat ze Studio Amaya ook bij Gaudi verkocht. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon even kijken. En toevallig hing die er en nog in mijn maat. Want echt heel veel webshops is die uitverkocht. Maar het is dus dit setje. Met dit shortje. En het lijkt dus een rokje. Maar het is dus een broekje. Die vond ik wel heel erg leuk. En daar hoort dit blouseje bij. Deze. Ik vond het wel echt heel erg schattig. Normaal draag ik niet per se zulke dingen als ik bijvoorbeeld met vriendinnen of zo ben. Maar ik vind het wel altijd netjes en mooi als je bijvoorbeeld uit eten gaat. Of een dagje met familie wat gaat doen. Of weet ik veel wat. Dan vind ik dit ook wel weer een soort heel erg leuk. In plaats van altijd maar dat hele bloot en zo. En ik vind het sowieso leuk daar niet van. Maar het is wel iets meer meisjesachtig dan dat ik misschien normaal zou dragen. Maar dan vond ik het ook wel weer heel erg leuk. Dus deze. Die kan er weer lekker bij in mijn kast. Ik heb ook echt voornemen om al mijn kleding even beter te gaan verzorgen en wassen. Zodat het gewoon echt allemaal lekker mooi blijft. Dus ja, ik ga eventjes. Ik ga beginnen met die stapel te sorteren. En dan ondertussen Gooi's Moeders kijken. Vijf vuilniszakken zijn helemaal gevuld met kleding. En die komen ze als het goed is deze week halen. En dan wordt het op Vinted gezet. Maar zoals ik zei, ik zal het nog eventjes laten weten. Wanneer dat allemaal zo op Vinted komt. En ik wil jullie eventjes een tip geven. Ik had... Het is trouwens al avond. Ik heb gedoucht, pyjama aan. Maar ik had dus daarnet even... Of daar straks eigenlijk al boodschappen gedaan. Voor avondeten. En toen zag ik dus bij de Albert Heijn een heel erg lekker proteïne toetje. Althans... Normaal heb ik dus altijd de chocola. En die vind ik wel heel lekker. Maar nu zag ik dus deze. Volgens mij is deze smaak nieuw. De aardbei. Ja, deze is nu nog dicht en nieuw. Maar ik heb hem net opgegeten. Hij hangt hier in de prullenbak. Hij was zo lekker. En dit hele toetje. Of dit hele cupje. Heeft maar 160 calorieën en 20 gram eiwitten. Dat is echt heel veel. En het is echt heel erg lekker. Je kan er natuurlijk ook nog bijvoorbeeld aardbeidjes doorheen. Of zo. Maar nog iets meer structuur aan te... Maar ik zat ook te denken, misschien is dat ook wel lekker als je dat soort van op een blaadje doet. Of op folie en dan in de vriezer en dan een soort van die bites van maakt. Geen idee, maar goed. Ik ga nu lekker op mijn laptop filmpjes kijken. Ik ga even kijken of ik leuke rode vlogs van mensen kan zien. Want ik ga over 8 weken... Ja, 8 weken ga ik naar Rodos. Maar ik heb er zoveel zin in. En vind ik het altijd gewoon zo leuk om vlogs van mensen ervan te kijken. Dus ga even kijken of ik wat leuke Rodos vlogs van mensen kan vinden.